Nog 7 dagen en dan is het echt gebeurd met de expositie Alma Tadema, klassieke verleiding in het Fries Museum. De tentoonstelling, die een echte blockbuster bleek te zijn, trok belangstellenden uit binnen- en buitenland naar Leeuwarden. Op sommige momenten stonden er flinke rijen voor de deur van het museum en openingstijden werden aangepast om iedereen de gelegenheid te geven een bezoek te brengen. De online verkoop is helemaal volgeboekt. Inmiddels zagen al ruim 125.000 mensen de schilderijen van Alma Tadema. Ongekende aantallen in het bestaan van een museum. Nou ja, we zitten nu in de eindspurt, de laatste 10 dagen. En we hebben ontzettend veel kaarten online nog verkocht. We zijn extra 2 dagen open op maandag. En we maken vandaag ook bekend dat we vanaf woensdag ook nog wat extra openingsuren zullen hebben in de avond. Want zelf, het is nu maandagochtend. Er staan alweer rijen. Waar schrijft u dit succes aan toe? De schilder natuurlijk. Ja, het is een combinatie van factoren. Een aantal hebben we zelf voor gezorgd. We hebben bijvoorbeeld een heel goede tentoonstelling bedacht. En we zijn heel erg blij dat de pers en het publiek ook positief daarover oordelen. Daarnaast hebben we een heel uitgekiende campagne gevoerd op nationaal niveau. En waren we heel erg blij dat de BBC met de Anti-Crowd Show een week voor onze opening Tadema in de picture zette. Hoe komt het zo dat de schilder Tadema zo weer in de belangstelling staat? Want er zijn natuurlijk ook tijden geweest, nou, dan was het toch een schilder van de koers en het koekblikje. Dat komt doordat Alma Tadema weliswaar in de professionele kritiek zijn ups en downs heeft gehad, maar bij het publiek altijd wel geliefd is gebleven. En dat zie je ook volop in de films die hem als inspiratie hebben gebruikt. Want de mensen die komen echt overal vandaan, hè, hier naar de tentoonstelling. Ze komen zeker uit heel Nederland. We hebben ook buitenlandse bezoekers. En uit heel Nederland blijkt dat 9 uur de vertrektijd is voor iedereen. Dus de bezoekers uit Maastricht komen het laatst op de dag aan. En staan dan helaas ook vaak lang in de rij. Maar we doen zoveel mogelijk om iedereen, alle bezoekers van over heel Nederland en daarbuiten, het zo comfortabel mogelijk te maken. Hadden jullie dit succes verwacht? Want volgens mij maak je altijd met een tentoonstelling ook wel een beetje een inschatting. We hadden een inschatting die lager was dan dit aantal. En dat betekent dat we geleerd hebben dat we dit kunnen bereiken. En dus daar gaan we onze voorbereiding voor Matahari en Escher verder op afstemmen. De tentoonstelling, het loopt nog een aantal dagen, ik geloof 8 dagen. En dan is die voorbij. Zat er geen verlenging in? Er is geen verlenging bij deze tentoonstelling, omdat ze gaat reizen. Op 23 februari opent ze in Wenen, op 7 juli in Londen. En dan zijn de werken uiteindelijk op een jaar tijd weer bij hun oorspronkelijke eigenaars. In veel gevallen privépersonen. Los van het succes van deze tentoonstelling in het museum zelf, zijn we heel erg blij dat deze tentoonstelling ook de opmaat is geworden naar Culturele Hoofdstad. We hebben bij de bezoekers en bij de nationale en internationale pers de verbinding kunnen maken tussen deze tentoonstelling en wat Leeuwarden Friesland te bieden heeft in 17 en in 18. Want hoeveel bezoekers tot nu toe zijn binnen geweest? Tot nu toe zitten we over de 140.000 bezoekers. En we verwachten dat daar op een week tijd nog wel 10.000 bezoekers bij komen. Wat zit er nog aan te komen? Ik zag iets van Escher. Ik hoorde iets van Escher. Zeker. Meteen na deze tentoonstelling komen er in het museum 3 nieuwe tentoonstellingen. Op de 3e verdieping een hedendaagse kunsttentoonstelling Beladen Landschap. Super actueel. Op de 2e verdieping na deze Alma Tadema een tentoonstelling over 18e eeuwse Indische stoffen in Friese streekdrachten Sits. En op de 1e verdieping een tentoonstelling voor het hele gezin, voor de hele familie Rijk van Rotzooi. Daarna komen 2 grote tentoonstellingen, dat wil zeggen vanaf oktober. Eerst Matahari en vanaf april volgend jaar Escher. Matahari en Escher, beide geboren in Leeuwarden.